Ik heb er zo naar verlangd om u echt in de ogen te kijken en een praatje te maken om dit bijzondere moment in het jaar de aandacht te geven die het verdient. Helaas moet ik me weer via het scherm tot u richten. Gelukkig vinden we creatieve oplossingen om ook elkaar te vinden, elkaar toch de aandacht te geven die we zo nodig hebben. En vandaag, dames en heren, wil ik graag met u spreken over die aandacht. Het lijkt soms moeilijk te vinden, de momenten van samen zijn, van elkaar aankijken, naar elkaar luisteren. Maar die momenten van aandacht zijn wel te vinden. Net als goud in kleine hoeveelheden overal in de aardkorst wel degelijk te vinden is. Je moet alleen goed zoeken. Ik wijs je vandaag een paar plekken aan waar dit goud te vinden is. Want aandacht is het nieuwe goud. In deze onzekere tijd die nu toch al even duurt. Ook vorig jaar sprak ik u via deze weg toe. Toen zei ik te hopen dat de coronagolven niet meer zo hoog zouden zijn. Dat we langzaam samen een balans zouden vinden. En daar lijkt het nog niet altijd op. Ik vind onze samenleving soms nog steeds hard te overkomen. Ik zie dat bijvoorbeeld in de e-mails die ik krijg. Wel enkele keren per dag ontvang ik soms toch nare berichten van inwoners en anderen. En dat was vroeger echt veel minder. Ik denk aan de e-mail van een meneer die erover klaagde dat zijn buurman de groene container altijd op de verkeerde plek neerzet. En toen ik suggereerde dat hij daar misschien zelf met zijn buurman over zou kunnen spreken, was hij boos. Omdat ik zijn probleem niet had opgelost. En de vraag die hieronder ligt is wat de overheid en de burger van elkaar mogen verwachten. Ik zie die vraag ook in hoe we met de coronamaatregelen omgaan. Er moet eerst wat gezegd worden door de overheid en het lijkt erop dat we dan pas ons gedrag gaan aanpassen. En daarmee druk je de overheid volgens mij niet per se in de goede rol. Want de overheid moet niet alleen het gedrag van het individu bepalen, dat moeten de mensen zelf doen. Dus niet wachten op nieuwe regels, terwijl je eigenlijk al kunt zien dat de besmettingscijfers zich niet positief ontwikkelen, maar neem zelf verantwoordelijkheid. En dat kan onder meer door afstand te houden, zoveel mogelijk thuis te werken, altijd goed je handen te wassen en thuis op dit moment niet te veel bezoek te ontvangen. En zo handel je als individu voor het collectief. Jezelf begrenzen en samenwerken in het naleven van coronaregels en daarmee dus ook aandacht hebben voor elkaar. Je kunt bijvoorbeeld boodschappen doen voor je buren als ze daardoor een coronaziekte thuis voor thuis moeten blijven. Of oma wat vaker beeldbellen. Dat is het nieuwe goud, ook in onrustige coronatijden. Ik vond bijvoorbeeld goud in de reacties op het dodelijk ongeluk in Wil, waarbij een 19-jarig meisje helaas om het leven kwam. En haar vriendin zwaar gewond raakte. De manier waarop er samen gezocht werd toen de meisjes spoorloos waren en hoe er vervolgens om werd gegaan met het verlies, dat is hartverwarmend. Zo mooi om een meelevende samenleving te zien in zulke zware tijden ook voor de nabestaanden. Hetzelfde geldt voor een deel van de wijk Oversteek. Buurtbewoners zijn daar bezorgd over de achteruitgang van de buurt. En gefrustreerd over de overlast rondom de school. Tegelijkertijd zien we hun wens voor verbetering en om daar samen de schouders onder te zetten. Mooi om te zien, want het toont ook verantwoordelijkheidsbesef. En we gaan daar samen met buurtbewoners, maar ook met de jongeren en professionals, op zoek naar het goud van de wijk. Ook goud waard is de onbaatzuchtige heldendaad waarmee Wesley Haverdeel het leven redde van de jonge vrouw. Door haar van het spoor te trekken, vlak voordat er een trein aankwam. Ik mocht hem dit jaar de erepenning voor menslievend hulpbetoon overhandigen, een koninklijke onderscheiding. En dames en heren, dit zijn zomaar drie voorbeelden waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en er voor elkaar zijn. En u kent ze ongetwijfeld ook, mensen in uw omgeving die onbaatzuchtig zijn, want ik ken Doetinchem als een positieve sociale stad. En het sociale aspect kwam ook sterk terug in de toekomstdriedaagse die we deze zomer hielden. We vroegen studenten, inwoners, ondernemers naar hun ideaalbeeld van Doetinchem, Gaanderen en Wil in 2036. Want dan bestaat Doetinchem 800 jaar en willen we een stad zijn van 70.000 inwoners met goede voorzieningen voor iedereen. En het enthousiasme waarmee mensen hun bijdrage leverden, het voelt als een bevestiging van deze doelen. En het geeft stof voor verdere invulling. En het helpt ook een beetje dat de begroting vanaf 2022 er weer wat robuuster bij staat. Zo kunnen we onze gemeente nog meer laten glanzen.
We kunnen bijvoorbeeld verder werken met woningbouwplannen als Keppeloord, Iseldocks en Wijnbergen. Maar ook voor Wehl en Gaanderen zijn de woningbouwplannen in ontwikkeling. En we onderzoeken hoe we aan meer huizen voor studenten en jongeren kunnen komen. De betere financiële positie zorgt er bovendien voor dat de deelnamesubsidie kan blijven. Dat betekent dat er geld is voor Doetinchemse clubs en organisaties die activiteiten verzorgen voor kinderen tussen de 5 en 17 jaar en voor mensen met een beperking. Over deze en alle andere plannen blijven we heel graag in gesprek met u. En een van de manieren waarop we dat gesprek voeren, dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Daarin kunt u aangeven in welke partij u vertrouwen heeft om onze gemeente de komende jaren te leiden. Uw kans om invloed uit te oefenen. Ik hoop dan ook op een hoge opkomst en ik wens alle politieke partijen veel succes in de campagne. Alleen samen kunnen we doelgericht werken aan een duurzame toekomst. Want, dames en heren, onze aarde moet nog wel even mee. En daarom is het woord duurzaamheid steeds goud onderhand in onze plannen. Die zijn bijvoorbeeld concreet geworden met plaatsing van een waterstofstation in Doetinchem. Hopelijk rijden straks veel auto's en bussen rond op deze brandstof, zodat we steeds meer vervuilende voertuigen kunnen laten staan. Op die manier werken we aan een goed leven voor onze kinderen en kleinkinderen. De resultaten van de toekomstdriedaagse gaven we niet voor niets symbolisch door aan onze kinderburgemeester, Lynn van Hal. Zij en de leden van de kinderraad zijn onze toekomst en geven ons een voorbeeld van hoe we met elkaar om kunnen gaan. Zo konden dankzij de kinderraad in Koekendaal dit najaar een belevingspad en een vogelnestschommel voor kinderen met en zonder beperking geopend worden. Hopelijk gaan daar veel kinderen samen spelen en ontstaan er nieuwe vriendschappen. Dat is goud waard. Een kenmerkende eigenschap van goud is dat het niet roest. Ik hoop u in deze toespraak wat inspirerende mensen en daden aangewezen te hebben die ons verder kunnen helpen dit jaar. De aandacht die we elkaar geven roest niet, hij blijft. Daar ben ik van overtuigd. In scheikundige termen heet het dat goud een lage reactiviteit heeft. Laten we daarvan leren dat wij ook soms wat minder heftig op elkaar reageren. Maar eerst kijken wat we zelf kunnen doen voor de ander. Luisteren naar elkaar. Dank nu voor het luisteren. Dank voor uw aandacht. Geef het door die aandacht. Hou elkaar in de gaten. Thank you.